staan hier op de zomerkade van de polder Hoenwaard, een overstroomgebied wat doorgaans in de hoogwaterperiode, het hoogwaterseizoen, een aantal keren per jaar vaak wel instroomt. En in die gevallen dan laten wij de polder vol lopen om aan beide kanten van de kade evenveel druk te hebben, om daarmee schades aan de kade te voorkomen. Maar nu werden wij verrast door een hoogwatersituatie in het zomerseizoen. En waarbij de polder niet volgelopen, volgezet kon worden. En we hem zo lang mogelijk droog wilden houden. We wisten ook dat met deze waterstanden de polder niet in zou lopen. Dus hij moest droog blijven omdat er vee liep en gewassen staan. En helaas is dat niet gelukt. En werden we op 19 juli, 's avonds laat, geconfronteerd met een doorbraak van de zomerkade. En want die dag hebben we twee keer die kering geïnspecteerd en niets waargenomen. En dan word je toch geconfronteerd met die doorbraak. Hadden we die dag toch iets waargenomen, dan heb je heel weinig mogelijkheden door de locatie. Aan twee kanten water, een behoorlijk verzadigde kade, het land wat heel erg nat is en zeer laag met een geringe drooglegging. Je hebt heel weinig mogelijkheden om materialen aan te voeren, de sloot te dempen, een steunberm aan te leggen. En je weet ook niet over hoeveel lengte je dat moet doen. Dus het is bijna onbegonnen werk. En we dachten echt, we houden hem droog. Maar ja, dit gebeurt. Ja, ik ben Geertje van de Vechten. Ik ben zo ongeveer 33 jaren werkzaam bij het waterschap. In alle functies gezeten. De laatste 8 jaar als dijkbeheerder. Een traject van de IJsseldijk. Zo'n beetje 85 kilometer primaire kering in onderhoud en in toezicht. En ongeveer een 40 kilometer kering aan overige kering. Daar is dit een deel van. Sommige delen zijn dus wat minder belangrijk, zijn zomerkades. Deze Hoenwaard heeft een overstromingspeil. Daar is afspraak in gemaakt in het verleden op 2,50 op de Weterink. Maar die mag niet dus inlopen. Nou, en dit keer hadden we gedacht, komt er kort bij. We gaan hem droog houden. Nu in de zomermaanden was dat ook extra belangrijk natuurlijk. Maar goed, nu gaf de kade het op en hij vloepte er een deel uit. En daar heb ik dus de vorige dag nog de inspectie gelopen. Ik heb hier een week lang elke dag inspectie gehouden. Toen het water wassende was. En nu zie je toch van, ondanks dat je het loopt en dat je het afloopt. Ik ben de vorige middag om 11:30 hier geweest. En toen heb ik geïnspecteerd. En als je dan ziet, dan kun je niks zien. Er staat een hoog gewas op, dus probeer ik te zoeken en te luisteren in het watergang eronder of er uittredend water is. En of je wat hoort aan wel wat er komt. Maar goed, dan heb je niks. En toch, s'avonds om 11 uur loopt er iemand met zijn hondje uit te laten en dan is het wel bingo. En mijn opdracht was eigenlijk heel helder en duidelijk. De bres dichten en zorgen dat die voor het stormseizoen dat er gras in zit en groen is. Dat was wel midden in de vakantie. En vervolgens zit je dan met, hebben we daar voldoende capaciteit, is de juiste kennis aanwezig. Maar dat is wonderwel gelukt. Ik heb alle goede mensen kunnen krijgen op dit project. En er was een enorme partij medewerking en coulance. En iedereen is eigenlijk opzij gegaan en heeft gezegd, nou dit project dat moeten we eerst doen. Ik heb RADFV gevraagd van joh, kom even met een plan van aanpak. Kom even met een werkomschrijving. De aannemer die hier normaal het onderhoud doet, die kent de mensen hier in de streek. Dus dat werkte heel makkelijk. Die had ook al de tijdelijke dichting gedaan met big bags. Dus die had hier ook al materieel staan. En toen hebben we eigenlijk een soort bouwteam samengesteld. Met aannemer, ingenieursbureau en onze mensen. En toen hebben we in 2 sessies hebben we eigenlijk een plan van aanpak in elkaar gezet. En een werkomschrijving en een open begroting. En toen hebben we op regie hebben we de zaken dus uitgevoerd. Ja, dat is klei. Dat klei, ja. En hier zit de veen onder. De veen onder. Ja, hier. Het plan van aanpak is eigenlijk opgebouwd uit diverse scenario's. En het scenario waar we eigenlijk eerst rekening mee hebben gehouden is dat het vrij veel nattigheid eigenlijk nog onderin de bres aanwezig zou zijn, zodat we wat big bag zouden moeten laten staan. Dat is eigenlijk het scenario waar we vanuit zijn gegaan. Ja, met het tempo wat de aannemer heeft en met alle bronnering, met het water afvoeren, wat we nu hebben gedaan, zijn we
gelukkig alle Big Bags uit de bres kunnen verwijderen. En wat we nu zien is wel ongeveer de laatste stadia. We zijn echt aan het aanvullen in verschillende laagjes. In verschillende laagjes ook verdichten. Er is nu de afgelopen dagen ook nog onderzoek gedaan naar de verdichtingsgraad. Wat eerst in het eerste gedeelte uitgevoerd is. Morgen wordt er nog weer een gedeelte getoetst. Eigenlijk worden de verdichtingen gehaald. En hoeveel overhoogte hebben we nodig? Dus de dijk wordt iets hoger afgewerkt dan de huidige dijk. Zodat die ook in de toekomst nog iets na kan zakken. Omdat er ook natuurlijk nog water in de dijk aanwezig is. Wanneer de klei eigenlijk allemaal aangebracht is, worden er aan de zijde van het Apeldoorns kanaal worden de stapelzoden aangebracht. Zodat we eigenlijk direct een mooie groene mat hebben, ook voor het volgende hoogwaterseizoen. Dat is eigenlijk het doel, dat we hem dicht hebben voor het volgende hoogwaterseizoen. Het pad zal hersteld worden en aan de binnenzijde van de bres wordt er een langer taluut gemaakt. Niet het 1-op-1 taluut wat in de huidige situatie is, maar die wordt 1-op-6 ongeveer gemaakt. Zodat we ook een stevige steunberm hebben voor een toekomstbestendige dijk. Er was natuurlijk al een aannemer aan tafel. Die had gelijk een partij klei geleverd. Nou, het leek ons verstandig sowieso vanwege de aansluiting op de naastgelegen kade om de reparatie in klei uit te voeren. Alleen het probleem wat we natuurlijk zagen, dat is dat het kanaalpeil nog boven de rand van de damwand stond. En de noodreparatie stond in lijn met de huidige kade. Dus er zat nog een gat, zeg maar, tussen de damwand en de noodreparatie. En daar stond het water ook tegenaan, omdat het water boven de damwand stond. Dus we konden niet die Big Bags eruit halen en gelijk de dijk repareren. Dus wat we gedaan hebben, we wisten dat de damwand heel erg lek was. Dus we hebben besloten om direct achter de damwand een bentonietmat aan te leggen. De achterste Big Bags die helemaal binnen dijk stond, die tegen de damwand aan te plaatsen. En dus zeg maar de noodkade op te schuiven naar de damwand. En dan, dat creëerde ruimte om de dijk vanuit de sloot opnieuw op te bouwen. Dus daarmee konden we zeg maar in fases konden we telkens een rijtje Big Bags eruit, klei erin, netjes aan op hoogte, netjes verdichten. En zo hebben we zeg maar stap voor stap in een aantal besprekingen van wat is mogelijk, wat kan de aannemer. Hebben we genoeg klei, hebben we voldoende middelen, kunnen we het verdichten? Zo hebben we eigenlijk samen dat plan samengesteld en ik heb dat opgeschreven. Het waterschap had rond een uur of acht de laatste vergaderingen. En die hebben ons gebeld met de vraag, kom eens kijken, hoe pakken we het aan? En daar hebben we gekozen om met boten de zandzakken aan te voeren, de Big Bags. Ze kunnen al aardig bekijken hoe lang dat het duurt voordat iets volgelopen is. En toen hadden ze al gauw in de smiezen dat we de andere dag, dus op woensdag, het water even hoog links en rechts zou zijn. En daar was dan ook een mooi moment om de kade te gaan dichten. En daar hadden wij mooi de hele middag nog de tijd om alles voor te bereiden en het materieel hier naartoe te krijgen. En nou ja, dat is allemaal gelukt. En toen zijn we 's morgens om 7 uur eigenlijk begonnen met het dichten van een kleine 400 Big Bags. En nou ja, je ziet het is gelukt. Ja. Eigenlijk waren we op vrijdagavond alweer klaar en op zaterdag zijn ze toen begonnen met het gebied weer uit te pompen. Er is een soort bouwteam opgericht waar je met snel dus die verschillende disciplines mee kon praten. En daar werd gewoon ontzettend goed geluisterd naar elkaar en op afgestemd. En we hebben in die tijd dat het droog gepompt is en voordat we mochten beginnen aan de dijk, het water moest ook eerst iets zakken, hebben we denk 2 weken de tijd gehad om echt een plan te maken hoe dat we de opbouw zouden gaan doen. Maar die 2 weken hebben we wel met elkaar kunnen beslissen hoe dat wat het beste was en het makkelijkste. En ik moet eerlijk zeggen, daar is een plan van aanpak uitgekomen. En daar hebben wij op de letter af in de praktijk uit kunnen voeren. En dat is gewoon heel erg plezierig geweest. Ja. Dus de gelijkwaardigheid van alle betrokken partijen die gewoon luisterend naar elkaar en elkaar in de waarde laten, die heel plezierig gelopen.